Goedendag. Ook deze ochtend was er weer prachtig ochtendrood te bewonderen. Schitterende kleuren werden er waargenomen. We hebben ook heel veel foto's ontvangen. Moeten we maar eens op onze website gaan kijken, weerplaza.nl. Ja, die bewolking die kleurde dus mooi rood, maar was overdag ook wel vaak aanwezig. Dus echt zonovergoten is het niet geworden. Hier zien we ook die wolkenvelden. Het is over het algemeen vrij hoge bewolking waar geen neerslag uitvalt. Die bewolking blijft nog wel even aanwezig. Maar vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. En dan zien we ook in het westelijk deel van de kaart een diepe depressie onze kant op komen. Of onze kant, hij gaat eigenlijk richting Ierland. En dat is de eerste storm van naam van dit seizoen. Agnes heet de storm en gaat met name in Ierland voor heel slecht weer zorgen. Maar wij blijven buitenschot en dat betekent dat we eigenlijk ook de komende dagen nog relatief rustig weer hebben. Vaak wat wolkenvelden en misschien dat er dan op vrijdag ook nog een bui gaat vallen. Maar tot die tijd overwegend droog weer. Ook in de avond en nacht is dat het geval. Er zijn brede opklaringen, ook wel wat wolkenvelden. Maar hier en daar kan toch wel een mistbank ontstaan. We hebben dat afgelopen nacht ook gezien. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden. En de wind is zwak of matig uit het zuiden. Morgen draait die wind wat meer naar het zuidoosten. En kan de temperatuur best aardig oplopen. Met name diepe landinwaarts gaan we toch wel naar 24. Misschien lokaal ook nog wel 25 graden. Elders in het land is het zo'n 22 graden. Wolkenvelden en zon zijn er aanwezig. Donderdag verwacht ik wel wat meer bewolking en komt de temperatuur uit op zo'n 21 graden in het land. En vrijdag is dan een dag dat er weer wat neerslag kan gaan vallen. Er trekken wat buien over. In het weekeinde toch weer meer hoge druk invloed. Zeker op zaterdag is dat te merken. Dat betekent droog weer met vaak zonnige perioden. Begin volgende week neemt wel de kans op een bui toe. Nog een fijne dag.